Goedenavond, dit is het RTVA-nieuws van vrijdag 4 december, gevolgd door het weekoverzicht. Elektrische auto's in een half uur compleet opladen. Het kan tegenwoordig in Westwijk. Daar werd gisteren een snel laadstation geopend. En daar is hij. Nou, op zich is het al een hele mooi aantal. En zoals u aangeeft, we zijn de eerste van Nederland die dat binnenstedelijk hebben. De overige snellaadstations zijn langs de snelweg. En deze vier zijn we mee gestart. Hebben we op vier cruciale punten. Zoals hier bij het Westwijkplein. We hebben er ook nog eentje bij Kostverlorenhof. Bij de Amsterdamseweg en bij het Stadshart. Dus vier punten waar hopelijk veel vraag naar is naar snellaadstations. Dus daar zijn we mee begonnen. En voor welke auto is het geschikt? In principe voor alle elektrische auto's of auto's die elektrisch rijden met een snellaadmogelijkheid. Dus dat is wel de beperking. En dan gaat hij, de eerste tegen de beurt. Voor een wethouder duurzaamheid is het een beetje een droom. Je zet je auto hier neer, je sluit hem aan op de paal. Je gaat eventjes naar de supermarkt, daarna nog eventjes naar de keurslager en naar de wijnhandel. En je bent 25 minuten later kom je bij je auto en hij is helemaal volgeladen. Wat maakt deze nou beter dan andere? De tijd, de tijdsduur. Bij anderen duurt het veel langer om een auto op te laden. En nu ben je in 25 minuten tot een half uur ben je klaar. Ja, en dat is ideaal om bij een winkelcentrum te plaatsen, omdat dat ongeveer de tijd is die je kwijt bent om boodschappen te doen. Hoe meer mensen elektrisch gaan rijden, des te sneller zal de behoefte zijn aan meer snellaadstations. Afgelopen week maakte de top 2000 van Radio 2 bekend dat John Lennon met het nummer Imagine dit jaar de nummer 1 plaats toegewezen krijgt. Daarnaast is er ook nog een nieuw opvallende verschijning in de top 2000. Het Pokémon-lied neemt namelijk dit jaar ook een plekje in de hitlijst. Is dit terecht? Wij vroegen het de Amstelveener. Bent u bekend met de top 2000? Van Radio 2. Ja, daar ben ik bekend mee. Ja, van Radio 2 toch? Nee. Ik luister naar Spotify, dus ik ben wel een oude man. Maar helaas, ik moet je teleurstellen. Ja, natuurlijk. Er zit zelfs, ik heb een DAB-radio, daar wordt het 24-7 het hele jaar door uitgezonden. Ja, eigenlijk wel. Van de tv denk ik meer. Van de radio als je in de auto zit. Een beetje. En weet u welk nummer op de nummer 1 staat? John. Niet weten. Maar, weet jij? Ja, John Lennon met Imagine. Wat vind je daarvan? Ja, dat is niet echt mijn muziek. Ik hou er niet echt van. Dus ik heb daar niet veel mee. Vindt u het een goed nummer of kent u het niet? Jawel, ken ik uit mijn hoofd, denk ik. Ooit. En Pokémon lied staat dit jaar ook in de top 2000. Wat vinden jullie daarvan? Echt? Oh nee, vind ik niet echt kunnen eigenlijk. Nee, waarom dan niet? Ja. Nou, dat is niet echt een liedje. Dat is meer gewoon een song van een programma. Ja, grappig. Meer niet. Nou, ik denk dat mijn zoon het wel leuk vindt, ja. Ja. Nee, ik doe geen nul computergames. Dus ik ken het liedje van Pokémon ook niet. Of was het met die kaartjes, Pokémon? Ja, nee, ik ken het liedje niet van Pokémon. Nee. En als u één nummer toch zou mogen kiezen om op nummer 1 te zetten, welk nummer zou dat dan zijn? Oh, wat moeilijk. Ik weet, ja, wat zou ik eens opzetten? Ik weet het gewoon niet. Ik heb altijd de duizendweetjes altijd heel erg hoog zitten. Als je ging, komt de stoomboot? Nou, doe Adele maar. Vind ik wel leuk. Die is toch top 1 nu. Ja, ik denk dat jullie hem niet kennen, maar The Game, El Chapo. Dus waarschijnlijk zeggen jullie dat niks. Maar ja, ik vind dat een heel goed nummer. Ik hou er wel van. En bij jou? Het is verschillend. Ik zou het nu eigenlijk niet zo heel snel weten. Misschien Sorry van Adele vind ik wel... Dat vind je helemaal niet leuk. Huh? Dat vind je helemaal niet leuk. Nee, maar dat is nu wel gewoon nummer 1. Ja, oké. Maar wat vind jij leuk? Dat is wel een vaste vraag. Ik vind het eigenlijk wel een goed nummer. Maar niet echt speciaal één nummer. Gewoon een hele mixtape of zo. Waarvan dan? bijvoorbeeld van Woelig of zo. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar... En jij? Ik denk... Nou, ik vind Imagine wel goed. Of Bohemian Rhapsody. Vind ik ook heel goed. En dan nu het weekoverzicht. Bijzonder bezoek zondag in het Van der Tocht Museum. André van Duin was naar het oude dorp gekomen om de publieksprijzen van de Special Arts tentoonstelling uit te reiken. De Special Award is de driejaarlijkse beeldende kunstwedstrijd voor kunstenaars met een handicap. Special Arts is een landelijke organisatie en wij organiseren deze wedstrijd één keer in de 3-4 jaar. Wat dacht u toen u gevraagd werd hiervoor?
Nou, dat vond ik meteen altijd leuk. Ik doe natuurlijk heel veel dingen, openingen en ik doe veel voor Kika en voor de mantelzorg. En dit was zondag en ik was zondagmiddag vrij, dus waarom niet? Het is toch slecht weer, dus heel leuk om te doen. En maar buiten dat, het is ook hartstikke leuk om alle kunstenaars hier lijfelijk te ontmoeten. En dan ook te kunnen zien wie er bij welk schilderij of welk object hoort. De gemeente houdt graag een stok achter de deur als het gaat om ruim gesubsidieerde instellingen die hun afspraken niet nakomen. Wij vragen wethouder Herbert Raad om een verklaring. Nou, wij geven subsidies hier in Amstelveen. En met name als het gaat om de grote subsidies, dus meer dan 50.000 euro. Ja, dan verwachten we ook wel van de instellingen dat zij ook zorgen voor een goede verantwoording daarover. Wij moeten het weer verantwoorden aan de gemeenteraad. Dus ja, daarom willen we dat goed gaat. Ik hoop dat het nooit zo ver komt. Ik hoop ook gewoon dat dat gewoon goed gaat. Het is een beetje een stok achter de deur. Het heeft ook te maken met wij hebben een accountant, want die controleert daar ook op. Dus als zij te laat staan, dan zijn wij ook weer te laat. En je wil dat het gewoon, het is allemaal gewoon belastinggeld. Dat moet goed gaan, dat moet transparant zijn en dat moet tijdig. Dus vandaar dat we dit doen. De Amstelveense horecaondernemer Michel Becker is benoemd tot lid van verdiensten van Koninklijk Horeca Nederland. In 2005 startte Michel als voorzitter van de afdeling KHN Amsteland. In 2010 werd hij benoemd tot regiovoorzitter van de provincie Noord-Holland. De termijn van 5 jaar zit er nu op voor Becker en daarom nam hij gisteren in restaurant Paardenburg afscheid van KHN. Voorzitter van regio Noord-Holland betekent dat je de voorzitter bent van de afdeling voorzitters in Noord-Holland. Dat zijn er 24. En die 24 voorzitters, daar vergader je 1 keer in het kwartaal mee. En met die impact en die teksten ga je naar het landelijk. En ga je kijken of je dat beleid uit kunt voeren. Het Amstelveen College mag sinds kort begaafdheidsprofielschool noemen. Maar wat houdt dat in? De uitkomst bleek positief. Het zijn leerlingen die ruimte nodig hebben. Die erkenning nodig hebben. Die gehoord en gezien willen worden. Om hun bijzondere kwaliteiten ten beste te geven en daar zich ook verder in te ontwikkelen. Het is aardig uniek dat een school dit certificaat krijgt. Het Amstelveen College is namelijk de enige in de regio. Wij hebben een bewuste keuze gemaakt 6 jaar geleden. Wij gaan vanuit onze eigen middelen deze vorm van onderwijs faciliteren. Dat betekent geld daarvoor neerleggen als school. Dus wij hebben in die zin best een bijzondere situatie op school. Wij kiezen ervoor om vanuit onze eigen middelen dit onderwijs waar te maken. En die kleine klassen in de onderbouw, dat betekent natuurlijk toch dat de school dat zelf betaalt. Verschillende bijstandsgerechtigen in Amstelveen hebben een brief van de gemeente ontvangen met daarin het verzoek aan te tonen dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen. Ook autochtone bijstandsgerechtigden hebben deze brief ontvangen. En dat viel niet altijd even goed. Ik heb een brief gekregen van de gemeente dat ik binnen 11 dagen ongeveer moet aantonen dat ik op groep 8 niveau zit qua taal en lezen en schrijven. Ik moet met een diploma of een inschrijvingsbewijs komen van Nederlands middelbare school in Nederland, de Nederlandse Antillen, Suriname, Vlaanderen. Ik moet rapporten tot en met groep 8 van de basisschool in Nederland aanleveren. Een diploma van mbo, hbo in Nederland of Vlaanderen. Een diploma van een opleiding in Nederland in het buitenland. Nou ja, weet je, ga zomaar door. En dat moet dan voor 11 december. Wij spraken wethouder Maaike Veningen over de commotie die rond deze brief is ontstaan. Ik heb gisteren wat reacties gezien en ik kan me voorstellen dat het vervelend is als je iets nieuws moet aanleveren. Want voorheen gold die eis niet. Maar het is nu eenmaal wel zo dat in Den Haag nu is bepaald dat iedereen, autochtoon of niet, een bewijsstuk moet aanleveren dat je de Nederlandse taal machtig bent. Dat moeten wij als gemeente uitvoeren. En ja, dat geldt ook voor autochtone inwoners. Tegelijkertijd hebben wij als gemeente wel gezegd, we gaan het nu bij iedereen opvragen, zodat we mensen die de stukken niet kunnen aanleveren of die misschien wat hulp nodig hebben om die taal wat beter te gaan beheersen, kunnen gaan helpen. Zodat we straks niet hoeven te korten op de uitkering, want dat willen we natuurlijk eigenlijk helemaal niet. We willen zorgen dat mensen voldoen aan de wet, dus tijd krijgen om de stukken te zoeken. We kunnen ook eventueel helpen bij het aanleveren. En op het moment dat ze taal niet machtig zijn, kunnen we ze ook helpen met de taal wel te gaan beheersen. GroenLinks heeft in de commissievergadering van de gemeenteraad gepleit voor het afschaffen van de verplichte openings- en sluitingstijden voor de horeca op campus Uilenstede. Wij vroegen fractievoorzitter Axel Boomgaars om commentaar.
Het college van BMW is bezig met een voorstel voor een nieuwe APV. Dat is de algemene plaatselijke verordening, soort van de lokale wet en regelgeving. En daarbij waren ze op zoek naar knellende regels, zoals zij dat noemen, waar ondernemers of burgers vanaf zouden willen. Nou, nu hebben ze zelf al een paar voorstellen gedaan, maar ik ben bewoner van Uilensteden en heb in het verleden regelmatig ook klachten gekregen van mensen die zeggen, ja, de sluitingstijden hier gaan te vroeg dicht. We kunnen op donderdagavond, wanneer het topdrukte is, vanwege de studentenavond geen feestje geven, want dan moeten we die eerder afkappen. Dus ik zie als Uilensteden als een mooie grote studentencampus, waar dat soort dingen wat mij betreft wat vrijer gelaten mogen worden. Ook om het wat bruisender te maken en nachtleven een beetje een kans te geven. Gisteren sprak mijn collega Fabienne Mok met onze verslaggever Rens Straatman over het lawaaiprotest bij het gemeentehuis. Wij kijken even terug. We beginnen vandaag met een demonstratie bij het gemeentehuis. Daar zijn gisteravond tientallen thuiszorgmedewerkers bij elkaar gekomen voor een lawaaiprotest. Bewapend met pannen en toeters trokken ze naar het gemeentehuis. Ze zijn boos omdat ze er naar alle waarschijnlijkheid in 2016 op achteruit gaan qua salaris en zekerheid. Over dit onderwerp praten we verder met verslaggever Rens Straatman, die daar gisteravond was. Rens, wat is precies de reden dat de thuiszorgmedewerkers boos zijn op de gemeente? Nou, het is zo dat de gemeente tegenwoordig verantwoordelijk is voor die thuiszorg. En voor 2016 hebben ze een nieuwe verdeling gemaakt tussen die aanbieders. Een aantal huidige aanbieders die verdwijnen en er komen er ook een aantal nieuwe partijen voor terug. En de mensen die daarvoor werken, die krijgen de mogelijkheid om dan bij die nieuwe aanbieder aan de slag te gaan. Alleen heel veel van hun opgebouwde zekerheden, die raken ze dan kwijt. En bovendien gaat hun salaris in heel veel gevallen ook omlaag. En er komt ook nog eens een keer bij dat heel veel van die aanbieders ervoor kiezen om voornamelijk te werken met tijdelijke contracten. Nou, de thuiszorgmedewerkers die verwijten dus de gemeente en in het bijzonder wethouder Herbert Raad dat die geen afspraken hebben gemaakt om dat te voorkomen. Bij die nieuwe aanbieders zijn dat vooral tijdelijke contracten. Hoe werkt die constructie precies? Nou, je krijgt een tijdelijk contract, een jaarcontract, twee keer een jaarcontract. Dan vlieg je eruit, hè. Dat is de nieuwe wet. Kan je weer naar de volgende aanbieder, krijg je daar weer twee keer een jaarcontract. En zo krijg je een soort rondreizend circus van werknemers die de hele tijd van werkgever moeten veranderen. En de cliënten krijgen dus elke keer weer een nieuwe hulp. Ja, daar zitten we niet op te wachten. Dat is geen kwaliteit. Ja, daar bent u ook echt boos over, hè? Ja, daar zijn we heel erg boos over. En wij denken, gemeente Amstelveen, hè, die zegt, we hebben op zich nog geld genoeg ervoor. Zorg dan ook dat je een fatsoenlijke prijs biedt en zorg dat je aanbieders kiest. Die in ieder geval had dan met de nieuwe aanbieders in ieder geval bedongen dat zij het personeel overnemen wat er nu is tegen hun huidige arbeidsvoorwaarden. Ja. Dat hebben ze nagelaten. Dat heeft de wethouder gewoon niet gedaan. En dat vind ik ontzettend stom. Ja, wethouder Herbert Raad die reageert erop en die zegt van ja, ik kan daar niks aan doen, want dat is beleid waar ik niet over ga. Die nieuwe zorgaanbieders die houden zich gewoon aan de CAO en dat is ook zo met hun afgesproken. En bovendien bezuinigt Amstelveen helemaal niet op de thuiszorg, terwijl heel veel andere gemeenten dat wel doen. Eigenlijk zegt hij, Amstelveen heeft het netjes op orde. En dat probeerde hij dus gisteravond tijdens die demonstratie ook duidelijk te maken. Daar gaan we even naar kijken. U heeft het beloofd en ik ben inwoner en werknemer en u zorgt nu niet voor mij. Ik zorg en voor mijn collega's niet. Ja, nee mevrouw, waar het over gaat, wij zorgen hier in deze stad voor de budgetten voor de huishoudelijke hulp. Daar is geen euro op bezuinigd, dat kan bijna geen gemeente zeggen in dit land. Dat doen wij en dat doen wij samen met de CAO moet nageleefd worden. De CAO gaat via de FNV en als jullie niet tevreden zijn over je eigen CAO, ja, dan moet je in Den Haag zijn, maar niet hier in Amstelveen. Deze gemeente Amstelveen bezuinigt geen euro op dat hele huishoudelijk budget. In tegenstelling tot veel andere gemeenten kun je zeggen van ja, dat moet nog veel meer zijn. Nou, wij bezuinigen dus gewoon niet. Ik ben daar ook trots op, dat doet onze gemeenteraad ook. Dan kun je daar zeg maar die landelijke discussie hier naar binnen halen omdat je niet tevreden bent over staatssecretaris Van Rijn als FNV. We gaan dan op het Binnenhof staan. Wij proberen zo goed mogelijk te zorgen voor onze Amstelveeners. Dat hebben we volgend jaar ook de middelen beschikbaar voor. Dat doen we zo goed mogelijk. Ja, en dat is waar wij verantwoordelijk voor zijn. Ja, maar goed, die mensen die gaan zo meteen wel op hun salaris inleveren. En u bent toch degene die de voorwaarden voor die aanbesteding vaststelt. Ja, maar ik ga niet over de CAO. Dat is gewoon CAO, hoe dat allemaal geregeld is. Dat doen de vakbonden en de werkgevers. Ik bedoel, daar die mevrouw van de FNV, dat heb ik net proberen te vertellen. Ja, als je niet tevreden bent over je eigen CAO, moet je er geen handtekening onder zetten. Wij leveren hun eigen CAO na. Dus ja, dat vind ik een rare discussie.
Nou ja, samengevat dus, de gemeente die houdt zich aan de CAO en aan de landelijke regels en meer ook niet. En hoe dan ook, er kan momenteel ook weinig meer gedaan worden, want het is zo dat die aanbesteding die is afgerond. Die nieuwe aanbieders die zijn gekozen en er is ook geen weg meer terug. Nou, die thuiszorgmedewerkers die staan nu voor een hele moeilijke keuze. Want kiezen ze ervoor om bij die huidige aanbieder te blijven werken, dan moeten ze in een andere gemeente aan de slag. Of kiezen ze ervoor om bij hun vertrouwde cliënt in Amstelveen te blijven, dat kan ook. Maar in dat geval leveren ze heel veel salaris en ook heel veel zekerheden in. Luchtiger nieuws dan. Zondag 4 september 2016 kunnen liefhebbers weer met volle teugen genieten van jazzmuziek en echte Amstelveense gezelligheid bij Jazz in het Dorp. Het duurt weliswaar nog even, maar er wordt door de organisatoren alweer hard nagedacht over de nieuwe editie van dit nu al populaire evenement. We zijn inderdaad achter de schermen alweer heel hard bezig eigenlijk met de voorbereidingen van Jazz in het Dorp. Vergunning aanvraag, nieuwe plannen bedenken, hoe kunnen we het nog leuker maken en natuurlijk het zoeken naar nieuwe artiesten. We hebben de afgelopen 2 jaar eigenlijk ervaren dat Amstelveen barst van het muzikale talent. En wij vinden het heel leuk en heel belangrijk om dat talent eigenlijk een podium te bieden. Dus wij zoeken eigenlijk alle jazzartiesten of mensen die zich daarin herkennen, variërend van soloartiesten tot big bands en alles wat ertussen zit, die het leuk vinden om op 4 september te laten horen wat ze kunnen. En dan nu het weer. Vanavond en vannacht is het helder met temperaturen van 8 graden. Daarbij neemt de wind iets in kracht toe. Zaterdag overdag is veel hoge bewolking, waardoor de zon moeite heeft om er doorheen te komen. Er staat een vrij krachtige wind. Met 10 graden blijft het toch veel te zacht voor de tijd van het jaar. Ook zondag nog veel wind, met in de ochtend wat zonneschijn. In de middag toenemende bewolking en wat lichte regen. En daarmee wordt het 9 graden. Maandag is het precies weer andersom. In de ochtend wat regen en in de middag schijnt de zon. Het wordt een zeer zachte 11 graden. Ja, dit was het RTVA Nieuws en weekoverzicht. Ik wens u alvast een goed weekend.